vandaag is dag 2. Of eigenlijk de eerste echte dag. En we beginnen de dag met een lach. En... een shaky. En wat je natuurlijk vooral even doet als je in Amerika bent. Je tanden bleken. Hi John, it's amazing. And there we are, under the way, naar Malibu. Gelukkig, we zijn weer fris en fruitig. En nu kunnen we er pas echt van gaan genieten. Finally, lekker uitgerust. Zo benieuwd wat we allemaal gaan zien. Tandjes in de bleek. Echt heel erg. Maar ja, wel zo Amerikaans. Moet ons een beetje aanpassen, hè? Wat zes. Wow. Het dak is open! Foto voor mij maken. En in de vlog zie je dan natuurlijk hoe dat in zijn werk gaat. Wees wat. Gij neemt jouw man mee, zoekt een leuk plekje op het strand en een ananas voor op je kop. Lijkt me prima. Wat wil je nog meer? En wat ik er eigenlijk niet bij vertellen, maar nu als tipje van de sluier toch als geheim vertellen, drinken we corona bij. Niet veel later op het volgende strand voelden onze vrienden zich al heel erg thuis. Some people swim with the current, others like rocking the boat. But when the waves are over your head, I'll be there to keep you afloat. Nothing can stand in our way. You hit a few snags. Sometimes you wanna jump in with both feet, but please do it between the flags. That's the safest place to play at Lyle Bay. Heerlijk, ik bedoel, geest is ongelijk. Als je hier toch zou wonen en zou kunnen gaan fietsen of skileren of hardlopen, echt heerlijk. Ik ben zelf geen hardloper, dus voor de opwarming een beetje joggen kan. Maar buiten dat ga ik gewoon even een leuk workout doen. Natuurlijk vooral voor de benen, de billen en een beetje buik. En dan gaan we beginnen. Wil je de gehele workout meedoen? Klik dan op deze video. Wow! Hoeveel kusjes dat al op de camera? Al het één te weinig. Nou, daar lopen ze dan hoor. De verbrande koukleuntjes.